Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn gezichtspoeders laten zien. Ik heb eigenlijk van alle producten best wel een grote stash, zo ook van de gezichtspoeders. Dus ik zal niet bij alle poeders heel erg lang stil blijven staan. Maar ik vind het toch wel leuk om jullie te laten zien wat voor verschillende poeders ik in mijn stash heb zitten. Mocht je benieuwd zijn naar welke poeders er in mijn stash zitten, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met twee poeders waar ik nog geen review van heb geschreven. Dat is allereerst een poeder van Essence en dan is het de Correct to Perfect CC Powder Palette. Dit is een palette met vier verschillende poederkleuren die ook weer allemaal een functie hebben. Dit is het 10 Imperfectly Perfect palette, zo heet die in ieder geval. Dat is deze. Dan heb ik ook een poeder van de Action, dat is het Max & More, de Max & More Compact Powder Mattifying. Deze heb ik al wel getest in een video, maar nog niet gereviewd. Ik heb hem in de kleur 152, Dessert Beige. En hij lijkt heel donker, maar het is echt wel een mooie kleurpoeder die ik heel erg fijn vind. Dan door met de poeder die ik dagelijks gebruik en schrik niet, hij ziet er niet meer uit. Dat is deze. Je ziet dat ik een hele grote pen heb geraakt. Het doosje is ook kapot. Zo ziet hij eruit. Ik heb deze in de kleur 02 Soft Beige. Fijne poeder die ik heel graag gebruik. En ja, het is wel een rommeltje zoals hij er nu uitziet. Maar ik maak hem graag op omdat ik hem heel fijn vind. Ik heb dan ook alweer een backup en dat is deze. Deze heb ik dan in de kleur 10 Light Beige. En hij is iets anders qua kleur, maar... En ook qua structuur, maar wel een hele fijne, mooie poeder, zoals hij eruit ziet. Dan heb ik een poeder van Catrice, en dat is de Loose Powder uit de Extreme Blur. Ik ga deze niet openmaken, maar dat is een losse poeder met een kleurtje. Als ik hem openmaak, gaat er overal poeder liggen. Deze heeft de naam... Hij heeft niet nog een losse naam gekregen, oké. Maar dit is dus een losse powder. Dan heb ik van Essence de Correct to Perfect CC Multi Benefit Pearls. Dit zijn parels. Hier ben ik niet zo heel erg tevreden over. Er komt niet heel veel kleur van af. En ik vind parels niet zo handig. Maar deze heeft de naam 10 My Super Pearls. En dit is dus ook een gezichtspoeder in parelvorm. Dan heb ik een Banana Dreams Loose Powder. Dit is ook een losse powder. Een beetje met een gele ondertoon. Dus zo'n banana poeder van W7 is deze. En... ja, je ziet niet echt dat het een gele poeder is of zo. Heeft niet nog een losse naam gekregen, maar is wel een hele fijne poeder. Dus dat is deze. Dan heb ik het Filter in a Box Photo Perfect Finish Palette. Dit is een palette met verschillende kleuren gezichtspoeder. Deze heb ik laatst uitgebreid besproken in de Velproduct video, omdat ik deze niet zo fijn vind. Omdat je eigenlijk maar voor mijn gezicht twee kleuren hebt die je kan gebruiken. En dat ik dacht dat je er meer mee kon, heeft de naam 010 Camera Ready overigens. Dan heb ik een losse powder van Max & More. Deze is al heel oud. Hij heeft zo'n kleurtje ook. Deze maak ik niet open. Er zit ook een klein kwastje bij. Dit is de 02 Medium Fair. En dit is dus ook gewoon zo'n losse powder die je... in je dekseltje kunt doen om aan te brengen. Dan heb ik een losse poeder van de Essence All That Grease collectie. Heeft de naam 01 Be Classy and Fabulous. En dit is... hier zat zeg maar zo'n sponsje bij. En dan zit hier de poeder in. Het is een doosje van karton. Ook een hele fijne poeder. Het doosje weer goed dicht krijgen. Dus dat is deze. Dan heb ik ook weer een losse poeder van de HEMA. Dat is deze. Heeft de kleur 3. Deze had toen nog geen naam. Dit soort poeders zijn ook heel fijn om in de zomer bijvoorbeeld een getinte dagcreme te maken. Dan strooi je wat poeder in je dagcreme, wat meng je en dan heb je ook een kleurtje. Als je bijvoorbeeld het te warm vindt voor foundation, zijn dit hele fijne poeders. Ik heb hier overigens een papiertje in zitten, zodat hij niet helemaal gaat lekken. Of poederen, zoals je het wil noemen. Dan heb ik nog een loose powder. Dit is een Fix & Matte Translucent Loose Powder. Deze is dus gewoon wit. Dit is een transparante poeder. Van Essence is deze.
heel fijn. Ik hou echt van die transparante poeders, omdat je die over elke foundation kunt gebruiken. Nog een loose powder. Deze is de Nude Illusion van Catrice. Transparant ook. Ook wit. Dus ook wel een hele fijne. Ik heb wel heel veel losse poeders, moet ik zeggen. Nog een losse poeder van Catrice. Dit is de Light Illusion Loose Powder. Met een gele ondertoon. Maar je kunt net zo goed... Deze twee maken niet heel veel verschil. Deze is wit, deze is geel. Maar hij is niet geel. Hij geeft geen brightening effect. Dus het maakt niet uit welke van de twee je gebruikt in feite. Vond ik persoonlijk. Dan heb ik een Cat Picture Ready Long Lasting Compact Make-up van Essence. Dat is deze. Deze is in de 30 mat van die. Hij is veel te donker. Maar deze kun je zowel droog als nat gebruiken. Er zit ook een sponsje onderin. Zodat je hem ook vochtig kunt gebruiken. De kleur, nu ik hem zo weer zie, valt hij eigenlijk best wel mee. Maar ik denk als je hem nat gebruikt dat hij voor mij te donker zou zijn. Dan heb ik een van mijn favoriete poeders. En dat is de Prime & Fine Matte Fink Powder Waterproof van Catrice. 010 Translucent. En dat is gewoon zo'n witte compact poeder met een grote spiegel erin. Echt een hele fijne. Die heb ik echt heel graag. Dan gaan we door naar het mandje. Dan heb ik van Catrice een Color Neutralizer Matte Fink Powder. Die zou kleuren... neutraliseren. Zie ik niet echt terug, maar het is wel een fijne poeder. 010 Natural Balance. En dan zie je dus inderdaad dat hij verschillende kleurtjes heeft en het mooie Catrice logo binnenin. Dan heb ik een poeder van een limited editie van Essence. En dat is de Glow. Is een Glow Setting Powder. Heeft de naam 01 Like a Jewel on the Crown. Het is een hele mooie poeder, maar er komt niet echt een glow vanaf hoor. Maar het is een beetje een baked powder. Maar het is wel een hele mooie poeder die gewoon fijn is om aan te brengen. Maar niet heel veel verwachting had ik hier ook van. En dat heeft het ook wel waargemaakt, zeg maar. Dan heb ik nog een poeder van Essence. Dit is de Pure Nude Powder. Dat is ook al best wel een oude. Ik heb hem in de 30 Nude Cent. En deze past weer heel erg goed bij de andere nude producten. Ook een beetje een baked effect. Hij is een beetje boel. Maar de kleur ook niet heel donker. Hij heeft meerdere kleuren erin zitten. Het is wel een hele mooie poeder. Dan heb ik een poeder van NYC. Dit is de Smooth Skin BB Radiance Perfect Powder. Dat is deze. Ik heb deze in de kleur 02 Warm Beige. En dit is zo'n poeder. Ook een hele normale fijn kleurtje. Vind ik heel fijn in combinatie met de BB Cream van NYC. Er zit hier ook nog trouwens een sponsje in. Die zie je nu niet zo goed, maar die zit hier verstopt. Dat is deze. Dan heb ik een poeder uit een limited editie van Catrice uit de Makeup Freezing Powder. Heel mooi doosje. Hij is wel heel erg aan het shinen, maar er zitten druppels op. Dit is de C01 Ready Set Go. Dit is eigenlijk een gewone matte poeder met een fijne spiegel binnenin, maar ook een hele fijne. Zou ook waterproof zijn, maar daar merk ik niet heel erg veel van. Maar het is wel een hele fijne poeder om te gebruiken. Dan heb ik van Essence de Color Correction Mattifying Powder. Ook zo'n color correcting poeder. Zie ik vaak niet zo heel veel van, maar het zijn gewoon prima poeders om te gebruiken. Dit is de 10 Beautiful Finish. Ziet er zo uit. Heeft wat zachtere kleurtjes binnenin. Dan heb ik van Essence de Brighten Up Banana Powder. 10 Banana. En dit is een poeder met ook een gelige ondertoon. Een hele fijne poeder waar je ook prima mee kunt baken. Echt een hele fijne poeder die ik ook heel graag gebruik. Dan heb ik van Catrice de Velvet Finish Powder Wit Hyaluron. Dit is een mattifying powder en beloof long lasting te zijn. Ik heb -10 Honey Velvet. Hij is zo best wel licht, maar als ik hem bij de foundation hou, komt hij eigenlijk niet overeen. Want die foundation is best wel donker, want die heb ik ook in die kleur. De poeder daarentegen oogt wel mooi licht en het is een fijne poeder. Nee, hij ruikt wel gewoon. Ik dacht even dat deze ook een aparte geur had, maar dat was niet zo. Dan heb ik van Catrice de All About Matte
last up to 12 hour plus shine control powder. Ook weer een universele, zo heet die ook, 001 universal. Witte poeder met heel erg mooi mat in de dingen gedrukt. Maar echt wel een hele mooie poeder. En fijn ook in gebruik. Nog een poeder van Catrice, dat is ook de All About Matte, All Matte Plus Shine Control Powder. Die is ook heel fijn in gebruik met de foundation. Dit is de 010 Transparant. Eigenlijk is dit ook een transparante poeder. Hij heeft wel een licht kleurtje, maar hij is ook wit op het gezicht. Of kleurloos, zoals ik eigenlijk moet zeggen. En eigenlijk zijn deze twee, die passen gewoon bij elkaar, zeg maar. Dan een poeder van Essence. Dat is de Stay All Day 12 Hour Long Lasting Powder. Dat is deze. Ik heb hem in een 20 Matte Nudes. Is deze. Hele fijne poeder ook. Die ook weer heel mooi aansluit bij die foundation. Eigenlijk best wel leuk om zo'n video op te nemen. Want je komt weer poeders tegen die je een tijdje niet hebt aangeraakt. Dan heb ik nog een poeder van Max & More. Deze is echt al heel erg oud. Ik heb hem in de 261 Nude. Dus deze. Ik heb zo'n variant ook nog steeds in met mijn hand te zitten. En dat is deze poeder. Mooi licht kleurtje. Alleen de verpakking is een beetje drama. Want die, kijk, alles vliegt overal heen. Die valt wat sneller uit elkaar. Dat vind ik dat ze dat nu beter hebben gedaan met de verpakkingen van de Action. Van Max & More. Maar ook wel een hele fijne poeder. Dan heb ik een poeder van W7. Dit is de Puss Puff Perfection. Heeft deze een naam? Nee, heeft geen naam. Maar dit is een wat donkere poeder. Dat is deze. Alleen een doosje vind ik niet zo heel erg handig. Maar het is ook wel een hele fijne poeder. Die ik ook al veelvoudig heb gebruikt. Dan heb ik van Essence de All About Matte Fixing Compact Powder. Dit is ook zo'n witte poeder waar ik van hou. Vind ik ook echt een hele fijne. Die gebruik ik ook heel graag. Ik hou gewoon van transparante poeders op een of andere manier. Nog een hele fijne poeder. Die is ook van Essence. Het is de Camouflage 2-in-1 Powder en Make-up in de 10 Ivory Beige. Deze zou je ook nat kunnen gebruiken. Maar ik gebruik hem liever gewoon. Mooie verpakking, mooi spiegeltje erin. Hele mooie lichte kleur. Ik hou ervan. Heb ik ook al heel veel gebruikt. Vind ik ook echt een hele fijne. Dan een limited edition poeder van Catrice. Deze komt uit de Scent of Simplicity. Dit is ook weer een transparante poeder. Lijkt eigenlijk een beetje op de basic poeder die in het assortiment zit. Alleen deze is dan weer met een iets leuker doosje, zeg maar. Als je deze twee naast elkaar houdt. Even kijken hoe ik hem heb. Kijk, ze lijken heel erg op elkaar. Alleen dit doosje is iets groter dan deze. Poeder van Essence, de Cat Picture Ready Pore Refining Powder in de 10 Selfie Finish kleur. Deze, ook een hele fijne poeder, echt. Leuk patroon erin, heel erg fijn in gebruik. Mooie kleuren ook, ja. Hele fijne poeder die ik ook vaak zou moeten gebruiken. Dan een Brighten Up Peach Powder van Essence, dat is deze. Dit is de 10 Peach Me Up. Deze is, lijkt weer op de Banana Powder, maar deze is dan oranje. Wat overigens geen oranje ondertoon geeft. Maar wel een hele fijne poeder om mee af te poederen. Die, waarvan je niet ziet dat die oranje is. Dus dat is heel erg fijn. Een hele fijne poeder van Catrice dan. Dit is de Made to Stay 18 Hour. Zou waterresistant zijn, daar geloof ik nooit zo in. Met antioxidant in. En het is een matte powder in 005 Ivory Beige. Deze vind ik heel fijn ook bij de nieuwe foundation. Die toen is uitgebracht. Hele fijne poeder. Volgens mij komt hij iets lichter over op de camera als dat hij is. Maar hij is echt heel fijn in gebruik. Pak ik regelmatig. Dan heb ik nog een mozaïek compact powder van Essence. Dat is deze. 01 Sunkissed Beauty heet deze. En hier zitten twee kleuren poeder in. Donker en licht. En ik vind het mozaïek effect wel heel erg leuk wat deze geeft. Ziet er ook super leuk uit. Dan heb ik van Catrice de HD Multi Talent Powder en Make-up. In een 0,30 cent beige. Deze zou je dus ook zowel nat als droog kunnen gebruiken. En dat is deze. Ook super mooi. Ik vind die doosjes van Catrice gewoon altijd super mooi. Hele mooie lichte poeder. En ja, ik hou hier gewoon heel erg van.
dan ben ik toe aan de laatste poeder. Ik weet niet of ik deze open ga maken, maar deze is wel heel oud. Deze is van Essence. Dit is de 2-in-1 Makeup and Powder Wet and Dry. Die kun je dus nat en droog gebruiken. En de 10 Soft Beige. Ik ga het gewoon... Oh nee, ik ga het niet doen, want alles is poederig. Maar hier zit, dit is een poeder, die kun je dus zowel nat als droog gebruiken. Maar alles poedert nu onder, dus als ik hem open ga maken, dan ben ik de shock. Maar het is wel een fijne poeder die ik heel vaak heb gebruikt. En de laatste tijd gebruik ik hem minder vaak, omdat hij zo ja, poederig is, zeg maar. Omdat hij eigenlijk is hij gewoon kapot en ik heb hem al een keertje gemaakt. Dan waren dit alle gezichtspoeders die in mijn stash zitten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie favoriete poeder is. Misschien heb je wel geen favoriet, maar misschien maak je ook onderscheid uit tussen gekleurde poeder of gewoon transparante poeder. Ik ben wel benieuwd wat jij fijner vindt. Laat het zeker weten in de comments. Ik hoop dat je het in ieder geval leuk vond om te zien. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En hoop ik bij de volgende video weer te zien. Doeg!